Maarten Pijnenburg, 1-1 tegen Roda. Wat voor wedstrijd was het in jouw ogen? Ja, eigenlijk een best wel goede wedstrijd van beide kanten. Ik vond Roda ook. Hebben gewoon een sterke ploeg uit een lastige wedstrijd gehad. Ik denk dat we het nou thuis eigenlijk redelijk onder controle hadden. De eerste helft ook. Wij de iets grotere kansen hebben gehad. Weinig weggegeven. Tweede helft eigenlijk hetzelfde verhaal. We kregen één grote kans eigenlijk in het begin. Ja, ik denk uiteindelijk die penalty die ze krijgen, dat heel slecht gezien is van de scheidsrechter. Ja, ik kon die goed zien. Was hij niet op de hand volgens jou? Nou ja, Jens was er zwaar van overtuigd dat hij op zijn achterhoofd kwam. Ja, dan geloof ik hem daar natuurlijk in. Op de beelden net was ook terug te zien dat hij hem op zijn achterhoofd krijgt. Dus ja, hij was al heel de wedstrijd twijfelachtig. Dan zie je dat bij zo'n moment ook weer. Ja, liet veel doorgaan. Was het lastig voor jullie? Op een gegeven moment Roda erg fysiek werd in een duel. Steeds kleine duwtjes, steeds snelheid eruit halen. Was het lastig voor jullie? Ja, dat is wel vervelend gewoon in de wedstrijd. Op een gegeven moment, tegen tweede helft spelen we echt een fase. Best wel goed tempo. Laten de bal goed rondgaan. Zijn veel op hun helft. Worden ook gevaarlijk, of ja, een paar keer gevaarlijk. Tuurlijk is het vervelend. Maar ja, ook daarin kan een scheidsrechter ingrijpen. Als dat al vier keer gebeurt en je geeft pas bij de vierde keer een keer geel, ja, dan wordt het lastig natuurlijk. Ja, uiteindelijk valt hij er nog in. Tik jij hem zelfs nog binnen. Als ik jou zo hoor over de wedstrijd, is het wel verdiend? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de wedstrijd wel een evenwicht was. Beide teams niet heel veel kansen. Ik denk 1-1 verdiende eindstand. Nou, is het dan op de rekening te schrijven van beide defensies dat er zo weinig doelpogingen ondernomen waren? Nou ja, ik denk dat alle twee teams tactisch wel goed deden. En zetten ons ook goed onder druk, waardoor we moeilijk aan voetballen toekwamen. Dat is ook gewoon een compliment voor hun. En ik denk dat wij hetzelfde deden eigenlijk met druk zetten. Dus ja, dat is alle twee teams die tactisch het goed voor elkaar hebben. Kwam er veel los bij dat doelpunt? Ja, tuurlijk. Vooral als je hem zo laat nog maakt en een beetje frustratie van die penalty. Dus ja, daar komt wel los. Als gerechtigheid voelt het dan. Precies, precies. Hey, laatste wedstrijd van 2021. Winterstop komt eraan. Ja. Hoe kijk jij tot nu toe, even globaal terug op de eerste seizoenshelft? Ja, ik denk dat we best wel goede eerste seizoenshelft hebben gehad. 31 punten na 20 wedstrijden. Ja, ik denk dat we staan op plek 8 als ik het goed heb in mijn hoofd, gelijk met Roda. Dus ja, ik denk dat we terug mogen kijken op een goede eerste seizoen zelf. Er zijn altijd nog dingen die natuurlijk kunnen verbeteren, maar ik denk dat we tevreden kunnen zijn tot nu toe. Weekje vakantie? Ja, ben je eraan toe? Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Ja, toch die wedstrijden die zwaar. Ja, het hakt er soms van. Het is gewoon lekker even een weekje ertussenuit en even lekker rustig. Kerst met de familie en heerlijk. Geniet ervan. Dankjewel.